Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Inmiddels zijn we alweer thuis en heb ik Jordi naar school gebracht. Heb ik de hele ochtend ruzie gehad met Liam, omdat hij niet meer op de camping zit. Sammy is lekker zijn ding aan het doen. En ja, dat. Ik heb boodschapjes alweer gehaald voor vandaag. Oké, sorry. Oh, echt? Slaapje, slaap. Daar buiten loopt een slapen. Je gaat nou toch niet slapen, maar we kunnen wel zingen. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes. Die drinkt zijn melk zo zoetjes. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Tot de volgende keer. Inmiddels zijn we alweer thuis. Jordi heeft zijn hele hebben en houden al gehad wat hij moest hebben. Sammy die is lekker nu chocoladelolly aan het eten. Liam ook. Liam ook met zijn hele hebben en houden daar. Een chocola. Heel goed van jou. Ben je een doekje? Dan moeten ze van mij altijd aan tafel. En dat heeft niks te maken met de smeerboel of wat dan ook. Maar wij hebben hier een hond rondlopen. Dus ik vind dat het gewoon aan tafel moet. Zodat het veilig blijft voor de hond. En dat weten ze ook. Als er chocola gegeten wordt, ga maar aan tafel. Pak nog maar. Kom maar, doet mama wel. Is heel lief van jou, maar hij is nog niet klaar. Sammy is nog aan het happen. Kijk maar. Sammy heeft nog. Sammy moet nog happen. Nee. Er is niks aan de hand. Jullie hebben allebei evenveel gehad. Lief zijn voor elkaar. En Sam hoeft niet te delen met jou. Jullie hebben evenveel gehad. Die is van Sam. Jij hebt de jouw op de bank. Die van jou ligt daar. Hallo. Liam, die van jou ligt daar. Moet je opeten? Nee. Nee, mag Liam hem opeten dan? Oké. Okay. Doe maar opeten, chocola. Hoef je niet op te eten dan? Maar even je handjes. Ik ben daar gewoon echt een zeikert in. En dat heeft er niks mee te maken met dat ik hun overdreven schoonmaak. Want afgezien van de chocola doe ik dat eigenlijk nooit zo. Maar op het moment dat er chocola is, doe ik het wel, want die hond die rent er altijd, zeg maar, nog achteraan. Goed zo. Chocola. Ja, chocola. Dit is nog van jou. Is klaar. Ben je klaar? Stop. Stop. Oké. Een hele goede morgen. Vanochtend is mijn oven/magnetron kaduuk gegaan. Ik heb wel een magnetron, dus dat is niet het probleem. Ja, ik heb nou geen oven meer. En die moet er wel weer komen. Dus ik heb er al een nieuwe uitgezocht. Naar Niels gestuurd. Zeg, deze wil ik. Dus ik ben even benieuwd wat die doet. En ja, verder gaan we het zien. Ik heb Liam en Jordi naar school gebracht. Ik ga zo even een boterham eten. En dan moet ik nog even naar de winkel. Sam is thuis, die zit nu lekker fruit te eten. En dan ja, gaan we het zien hoe het allemaal loopt. Eens even kijken of dat hij dit leuk vindt. Paw Patrol. Je hebt toch niet gepoept, hè? Nee. Is het mooi? Is het mooi? Mag mama bij jou liggen? Ja. Oké. Ik hou van jou. Nee. Nee, ik ga niet weg. Je zei net dat ik hem mag.
Moortje, Moortje. Ik hou van jou. Doe gewoon netje. Daar. Het is Paw Patrol. Oh. Het is Paw Patrol. Ik blijf nog even bij deze grote gaan liggen. Hoe lekker liggen. Hoe lekker liggen. Inmiddels zijn we alweer thuis. Liam is lekker buiten aan het spelen. We zijn allemaal aan het spelen, jongen. Wil je slippers aan? Schoentjes uit slippers aan. Wil je dat? Dan ga ik even regelen voor hem. Jordi is er ook weer. En Sam die zit daar ergens. Dus allemaal een eigen doen. Zeg maar hap hap. De kinderen liggen op bed. Niels is werken. En hij heeft geregeld dat er een nieuwe oven/magnetron is. Even. Ik ben ondertussen gewoon van alles hier aan het doen. Maar ik moet ook heel eventjes dit nog doen. Zo. Zet er dus twee van deze rekjes bij. Maar er zit ook zo eentje bij. Die moet dan daarop. Die moet dus hierop en dan kan die daarin. En er zitten ook twee van deze bakplaten bij. Dus ik kan daar ook nog in bakkeren en doen. Dus al met al, dat is de reden waarom ik deze wou. Hij past goed in het kastje. En ja, dat. En die andere hebben we nog geprobeerd hoor. Maar die, ja, die is gewoon 30 jaar oud bekant. En ja, er was gewoon geen doen meer. Dus ik ga deze heel eventjes met een doek afdoen. En schoonmaken. En invullen, invoeren. Alles verwijderen. Deze allemaal door de vaatwasser heen pleuren. Want ja, dat doe ik wel eventjes. En dan ja, heb ik weer een schone en mooie oven. Dus ja, mag wel wat kosten. Hij kost iets van 400 nog wel euro. Maar dat is ook de reden waarom ik elke maand geld apart zet. En zorg dat als er zoiets gebeurt, dat ik gewoon gelijk dezelfde dag een nieuwe kan kopen. Want ja, hè? Als het nodig is, is het nodig. En in dit geval, ja, ik heb boven een magnetron staan. Maar ik doe ook heel veel met mijn oven. Dus Niels zei ook alweer van, ja, zegt hij, we gaan gewoon weer voor een combi. En dan, hè. Maar ja, magnetron gebruik ik puur en alleen nog voor de flesjes. En om een keer iets op te warmen. Voor de rest ook niet veel bijzonders. Ik gebruik de oven meer dan dat ik de magnetron gebruik. Dus ja, dat. En het is ook niet zo dat ik jullie nu wil vertellen waarom ik, dat ik mijn eigen aan het verantwoorden ben of zo. Maar dat is gewoon de keuze die ik heb gemaakt hierin. En we hebben al een keer een Sharp gehad.
En die is toen heel goed bevallen, maar die is gewoon van ouderdom ook kapot gegaan. Dus ja, dat. 24 euro. Dat was het trouwens. 24 euro. Dus ja. Ja, ik vind het ook weer zonde om gewoon over van 1000 euro te gaan. Daar vond ik ook weer niet nodig. En inbouw vond ik ook niet nodig. Dus nee, dit is helemaal prima. Een hele goede morgen. Drukke ochtend. De jongens zijn allemaal naar school. Die moet ik straks ook weer ophalen. Niels die is met mij samen naar een gesprek gegaan voor Liam. We hebben een beetje de toekomst voor Liam besproken. Want hij zit nu natuurlijk op een pedagogisch kinderdagverblijf. Blijft hij daar na de zomer zitten? Blijft hij niet zitten? Wanneer gaat hij dan wel naar school? Welke school? Hoe en wat? Hoe doet hij het? Etcetera, etcetera. En ik ga jullie nu heel eventjes meenemen in het feit Liam. Liam is een mannetje van 4 jaar. En onthoud, ik deel alleen wat ik wil delen. Voor de rest deel ik... wat ik niet deel is gewoon privé voor hem. Liam is nu een mannetje van 4 jaar. En hij functioneert als een kind van 2,5 à 3 jaar. Dat betekent niet dat hij geen stappen zet. Want hij gaat wel degelijk vooruit. Alleen op zijn eigen niveau en op zijn eigen... op zijn eigen niveau en op zijn eigen lijn. Hij is wel degelijk sinds dat hij in september daar terecht is gekomen, vooruit gegaan, gegroeid in heel veel dingen. Spraak en taal blijven gewoon achter. Dat is ook helemaal niet erg. Maar hij kan bijvoorbeeld niet op 20 dingen tegelijk groeien. Dus bijvoorbeeld zindelijkheid, dat is momenteel heel eventjes... Ja, gewoon niet. Want hij is op 20 andere manieren aan het groeien. Dus zowel in praktijkdingetjes doen. Hij probeert ook echt met taaldingetjes te doen. Dus en gebarentaal probeert hij ook te doen. Dus ja, hij is wel vooruit aan het gaan, et cetera. Maar wel in zijn eigen stijgende lijn. En ja... Daar zit meer achter. Is het ADHD? Is het een stukje autisme? Is het... Dat weten we allemaal niet. Daar is nog geen voor. Die stempel is niet gegeven. En dat hoeft ook helemaal niet. Ze weten daar waar hij nu is. Weten ze precies hoe hij is. Weten ze precies hoe ze hem kunnen reguleren. Hoe dat ze met hem om moeten gaan. En pas als hij op de basisschool zit, zal daar meer duidelijkheid over komen. Of ja, basisschool. Hij zal nooit naar een reguliere basisschool gaan. Hij zal altijd, in ieder geval, zeg maar, tot aan zijn 12e zal hij in ieder geval op een school zitten waar dat hij speciaal onderwijs krijgt. En dan zien we wel weer verder. Kan hij het nog bijkomen? Ja, dat weten we allemaal niet. Dat is allemaal nog de vraag. Dus daar kan ik ook niet op vooruit lopen. Maar op dit moment is hij gewoon Liam. En Liam is Liam. En wat er op papier staat is gewoon ook echt zo. Wij herkennen hem erin. School herkent hem erin. Dus het is gewoon zoals het is. De vervolgschool hebben we ook al besproken. Daar gaat ook alvast in gang worden gezet. Maar na de zomervakantie gaat hij in ieder geval nog terug naar waar hij nu zit. En na de kerstvakantie zal hij waarschijnlijk... Als zij er aan toe is, naar een nieuwe school gaan. Dus dat is eigenlijk wat ik wil melden. En dit is eigenlijk de informatie die ik wil geven. Ik vind natuurlijk ook gewoon dat Liam privé heeft. En ik heb ook nog heel veel niet verteld. En dat hoeft ook niet. Ik vind dat ook niet belangrijk. Liam is Liam. En Liam doet gewoon zoals hij doet. Er zijn ook dingetjes in het werk gesteld, zoals thuisbegeleiding voor Liam. Maar dat kost heel veel tijd. Daar zit gewoon alle wachtlijst op. En we zijn al bijna een half jaar erop aan het wachten. Dus dat is gewoon zo als het is. Maar ze zijn ook zeker van mening op het schooltje waar dat hij is. Dat wij als ouders zijn er ook zeker alles aan doen om hem te reguleren en om hem
dingen aan te leren, want ook hun zien wat wij Liam aanleren. Dus net hetzelfde dat wij zien wat hun Liam aanleren. Dus het is een wederzijds dingetje, zeg maar. Dus dat. Maar goed, dat is wat ik wilde vertellen. En nu ga ik even eten en dan ga ik even hier poetsen. Want als ik Jordi, Liam en Sam op heb gehaald, komt Daphne, onze oppas. Die komt hier en dan moet ik heel eventjes naar de stad toe om eventjes een paar cadeautjes te halen. Want ik heb van de week een verjaardag en dit is eigenlijk het enigste moment dat ik echt eventjes daarheen kan. Dus ga ik dat doen. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet meer zoveel gevlogd. Ik heb best wel veel gedaan gisteren. Waaronder uiteindelijk de kinderen opgehaald. Toen is de oppas gekomen, ben ik naar de stad geweest. Want morgenavond hebben we een verjaardag. En dan moet ik heen. De kindjes zijn nog niet naar school. Maar dit is altijd wat ik 's morgens doe. Ik heb de schoenen al aan. Ik heb daar de tassen staan. En dan pak ik altijd de boterhammers die ik heb gesmeerd gisteren. Oh, echt mensen, het is nog vroeg. Woe. Ik heb nu geen broodtrommel voor Jordi, maar wel fruit. Want ik ga met Jordi vandaag naar de diëtiste. Puur en alleen om te bespreken of er nog iets kan veranderen. Ik persoonlijk denk van niet, maar dan gaan we dadelijk wel horen. Nou, dit ga ik even in de tassen doen. Jordi, dan moet ik daar nog even een flesje oranje bij doen. Oh, wacht even. Hier aan de zijkant een fijn vakje voor dadelijk zijn fles in te doen. Dan ga ik dit in de auto zetten en dan ga ik de kinderen aankleden. Dan ga ik nu eventjes Sam aankleden. Ja, we gaan aankleden. Even goed zitten. Oké. Handje omhoog. Oh, handje omhoog. Dit ga ik natuurlijk even niet filmen. Chase, hè? Chase! On the book. Good, what's Chase now? Ja, wat is Chase now? Hi, Chase. It's Chase. Chase. Ja. Broek aan. Ze hebben al hun melk gehad. En, ja, in ieder geval alles wat ze van smoren is. Al tot moet ik nemen, zonder protest. Kom, even meewerken met mama, jongeman. Nee. Ja. Nee, nee, nee. Ja. Nee. Kom, even meewerken. Goed zo. Yes. Oh. Oh, no. Yes. Ik heb de letters in de schoenen staan. Ja, tot de volgende keer. Dag, dag, Chase. Dag, dag, Chase. Dag. Mama. Kom hier. Mee. No! Kom hier met je scheve voet. Staan.
Zitten. Fibilla. Wat is dit? Jas. Een jas, goed zo. En dan? Zo. Goed gedaan. Nee. Geweld. Dat is goed. Oh. Oh. Wil je haren doen? Haren doen? Wat doe ik doen? Wat doe ik doen? Kun je jezelf ook zien? Hoppakee. Doe ik gewoon een keer. Ben je klaar? Is het klaar? Noem een kus. Toch een Mickey. Ja. En daar zitten ze dan, heel de Bambix bende. Ik ga nu Liam en Sam naar school brengen. En daarna ga ik met Jordi naar het ziekenhuis toe. Om naar een diëtiste te gaan. Maar eerst mijn bril op mijn snavel zetten. En die is vies. Dus ja, nou dat. Nou, ik heb de twee etters afgezet. Dus ik ben nu met Jordi en we gaan rustig rijden naar het ziekenhuis. Ik heb een uur de tijd. Maar het is de eerste keer dat ik met het nieuwe systeem moet gaan aanmelden. Normaal doet Niels dat altijd, maar nu ben ik degene die dat gaat doen. Ja, dat. Ik kom later bij jullie terug. Inmiddels liggen de kindjes op bed. En hebben we ze gedoucht. Hebben ze schone billen. En ik ook, want ik ben ook gedoucht. En het spookdier, want er gaat er niet speelgoed af, waar niemand bij in de buurt is. Maar goed, ik zal jullie nog even vertellen hoe het was bij de diëtiste. Jordi is natuurlijk aangekomen het afgelopen jaar en in principe is dat gewoon te wijten aan zijn schildklier. Het is niet te wijten aan de voeding die hij krijgt. Ik heb het met haar erover gehad en ik heb gewoon precies verteld hoe dat we het doen. Ik doe het eigenlijk gewoon via de schijf van 5. Het is niet zo dat hij daarvan zou moeten aankomen. Hij krijgt voldoende groenten, hij krijgt voldoende fruit binnen, hij krijgt genoeg brood binnen, hij krijgt alles ruim voldoende binnen. Ruim voldoende, hij krijgt gewoon goed alles binnen. Ja, ze zei ook, ze zegt van gebruik je volle producten, gebruik je light producten. Ik zeg nee, ik gebruik geen light producten. Nou, daar was het volledig mee eens. Een kind is namelijk in de groei en die behoor je gewoon fatsoenlijke spullen te geven. Mits dat, als je bij een diëtiste loopt, natuurlijk anders beslist. Maar in principe zijn volle producten altijd het beste voor een kind. Ja. Ze had eigenlijk niet zoveel aan, op of aan te merken. Ze zei ook, ze zegt van alles wat jullie doen en geven, doen jullie met... ik moet nadenken, ik ben zo moe. Alles wat jullie denken en geven, doen jullie wel overwogen en goed bedacht. Ik heb ook verteld over hoe we dat op zondag doen. En nou zegt ze, is helemaal netjes, is helemaal prima. Doe je echt supergoed. Ze zegt, ik heb gewoon niks aan te merken. Ze zegt, ik denk, zegt ze, dat, want ik heb het ook over Liam gehad en over Sam en hoe we het daarmee doen. Liam die eet bijvoorbeeld alleen maar wortels. Die krijgt geen andere, ja, komkommer krijgt binnen. Maar zei ik ook van, ik denk dat ik mij daar meer zorgen over zou maken als over Jordi. Qua eten. En toen zei ze ook, ze zegt van, ja, zegt ze, die snap ik wel. Dus ze zei ook, ze zegt van, nee, zegt ze, gewoon doen wat je nu doet. Je doet het supergoed. Want ik heb ook haar uitgelegd dat ik vond dat ik daar mijn tijd aan het verdoen was. En waarom ik dat vond. En ze snapte mij ook wel. Maar ja, het was gewoon de afspraak met de kinderarts. Dus als er een afspraak gemaakt wordt met een arts, dan kom ik die na. Want ik verwacht ook dat een arts die na komt. Dus dat heb ik gewoon gedaan. En ik hoef niet meer terug. Want ze zegt, ik kan niks voor je doen. Tadaa. Het is gewoon echt de schildklier. Waardoor hij aangekomen is. En dat zei zij ook al. Ze zegt het is niet te wijten aan hoe en wat. Dus ja, dat. En nu is Niels even stemmen. Want als je me al langer volgt, heb je al meer stemdagen meegemaakt. En dat ik zeg dat ik geen behoefte heb om te stemmen. Maar dat ik wel vind dat mijn stem niet verloren mag gaan. Maar goed,
Ik ga die raak opruimen. Nou, je hebt gestemd. Ja. Dat is ook weer geregeld. We hebben je opgeruimd, broodjes smeerd, alles klaarzet voor morgen. En nou gaan we slapen. Ja, dat. Dus bij deze gaan we ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.